We staan hier met Ruben van de HEMA. En al sinds ik klein ben, is de HEMA hetzelfde. Maar er is iets veranderd. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, er is heel veel veranderd. We hebben de afgelopen 3 weken keihard gewerkt. Om de hele winkel op zijn kop te zetten. Alles is veranderd. De vloeren, de wanden, maar ook de hele indeling is veranderd. We zijn omgegaan naar het nieuwe HEMA-concept. HEMA heeft dat internationaal een paar jaar geleden uitgerold. Toen hebben ze 2 jaar geleden alle kleine winkels verbouwd. En nu waren wij aan de beurt. Week 3 en 4 heeft het plaatsgevonden. Wij waren stiekem al begonnen in week 2. Dus dat is alweer 3 weken geleden. En we hebben de winkel echt grondig aangepakt. We zijn begonnen in de kelder. Daar hebben we de baby- en kinderafdeling naartoe gebracht. Maar het is wel echt een fantastische afdeling geworden. Met heel veel baby- en kinderartikelen. Veel meer dan dat we eerst hadden. Dus veel completer, veel ruimtelijker, veel overzichtelijker. Dat je makkelijk met je kinderwagen er doorheen kan. En hierboven hebben we eigenlijk de hele damesmodeafdeling gebracht. Hier vind je alles terug. Damesmode, damesbasisartikelen zoals t-shirtjes. Maar ook het ondergoed, de sokken, de panties. Alles voor dames. Beauty, niet te vergeten. En we hebben natuurlijk nog steeds het restaurant op deze etage. We hebben de foodafdeling op deze etage. En verder, ja, een compleet andere winkel. Wat kan ik er nog meer over zeggen? Wat houdt dat nieuwe concept in dan van HEMA? Nou, het is een internationaal concept. Voorheen vond je eigenlijk bij de HEMA alle productgroepen bij elkaar. Dus de sokken bij de sokken, maar dan ook de mannensokken, de kindersokken, alles bij elkaar. En nu hebben we ervoor gekozen om alles op doelgroep bij elkaar te brengen. Dus we kennen nu een mannenafdeling, we hebben een babyafdeling, een kinderafdeling en natuurlijk de damesafdeling. Dus dat is makkelijker zoeken? Is veel makkelijker zoeken. Het is ook overzichtelijker, het is ruimtelijker. Je hebt eigenlijk veel meer verblijfsgenot, om het zo maar te zeggen. En je kunt makkelijker je spulletjes vinden die je daadwerkelijk zoekt. Ja, absoluut. En de toekomst van de HEMA hier in Katwijk? Ja, die is glorieus wat mij betreft. Ja, ik ben nu een jaar ondernemer. Ik heb vorig jaar, 2 januari 2019, heb ik de winkel overgenomen van mijn schoonouders, Fons en Connie van Diemen. Een jaar lang met ontzettend veel plezier ondernomen hier in Katwijk. En nu heb ik eigenlijk een beetje mijn eigen sausje aan kunnen geven. Ik denk dat we hiermee echt klaar zijn voor de toekomst. En laten zien dat we geloven met elkaar in de HEMA en in Katwijk. En dat we een mooie toekomst tegemoet gaan met elkaar. Absoluut.